De verwachtingen zijn hoog voor het duel tussen VVSB en FC Rijnvogels. Heeft er alles mee te maken dat het duel dat 4 weken terug ook op het affiche stond in de voorronde van de KNVB-beker resulteerde in een spektakelstuk. 2-2 na reguliere speeltijd, 3-3 na de verlenging, waarin Dario van Breukelen namens VVSB de gelijkmaker maakte in de 31ste minuut. Na strafschoppen was het VVSB dat won. Er werden er 14 genomen. 7 benut, 7 niet. Een goede start in de wedstrijd van FC Rijnvogels, dat via Mercera overgekomen van VV Katwijk de eerste kansen van de wedstrijd krijgt. Uiteindelijk een hoekschop van Tom Bijen. Mercera op doel. Omhaal van Schoneberg en een handsbal gezien door de scheidsrechter. Pascal Smeenk heeft een handsbal gezien van Victor van der Linden. Schoneberg met de omhaal, maar via de knie. De bal op de hand. Bijen neemt hem. Bijen scoort hem. 1-0 voor FC Rijnvogels. En zo is het spiegelbeeld van de wedstrijd in de KNVB-beker. In die wedstrijd speelde Rijnvogels een hele slechte eerste helft. Nu is dat VVSB. Ze komen wel voor het goal, maar kunnen daar niet heel veel uitrichten. Wel wat minder toeschouwers dan in die bekerwedstrijd. Ricardo Kuivenhoven en de redding van Pim van der Plas. Pakt hem daar goed in de korte hoek. En de hoekschop die erop volgt zal wat minder dreiging opleveren. Raus. Ja, Mercera. En Roy van Leeuwen. En dan is er heel veel ruimte. En Roy van Leeuwen is snel. Roy van Leeuwen tegenover Ruben Valk. 0-2. Op slag van rust. Rijnvogels op rozen. Dat VVSB daar zoveel ruimte weggeeft. En dat pas halverwege de wedstrijd. Blessuretijd. Fekunda met de voorzet van Nieuwkerk. Ja, dit is er ook wel een kopbal die best tussen de palen mag. Ruststand 0-2 in het voordeel dus van de Rijnvogels. Dat een prima seizoenstart kent. 2 wedstrijden gewonnen. Eentje verloren en nu dus op een voorsprong tegen VVSB. Dit direct vanaf de aftrap. Een behoorlijke kans nog van Vincent Noordam. Hij schiet de bal uiteindelijk voorlangs. Lovo Sang, een minuut later. Ian van Otterlo. Strafschopgebied in, schieten, dat gebeurt en de rebound gaat raak. En dan is er een invaller, Giuliano Maurizio, Marvin Germain van Velzen. Zet VVSB, na een minuut en 10 seconden, op 1-2. Goede start in de tweede helft, waarin VVSB toch wat meer aan voetballen toekomt. Noordam weer, Noordam afleggen en dan bijna de eigen goal van Dario van Breukelen. Die zou hem bijna in de spits zetten. Maar Ruben Valk is attent. De Bavo nu op zoek naar de goal waar hij wel in moet. Maar Van Velzen moet de bal overschieten. De hoekschop is wat hoog. Van Otterlo. Moentje. Dit is fraai zeg, voorbij aan Van Leeuwen. Moentje. Jammer dat die voorzet wat hoog is. Van Otterlo legt terug. Van Velzen. Dus wachten tot VVSB opnieuw op doel kan schieten. Dat gebeurt. Van Otterlo en Van Breukelen. Toch een behoorlijke kans. Waar Pim van der Plas op tijd reageert. VVSB wordt dreigender. En doelpunt hangt toch eigenlijk al in de lucht. Misschien aan de andere kant. En dan weer bijna een eigen goal zeg. Fekunda. Misschien moeten ze de voorste en de laatste linie maar omdraaien bij VVSB. ...1-2 dus, richting de slotfase. VVSB moet nu verdedigen en dit is toch een aardige kans zeg.
Voor Rijnvogels via Peer van Pasen. De Ziekenboeg kijkt ook mee. Van Rijnvogels, Jesse Driebergen, Maarten Rijneveld. De aanval van Rijnvogels. Voor wie valt hij? Noordam. Afleggen. Van Pasen! En 1-3. Mooi dat juist hij hem mag maken. Lang, lang blessureleed gekend. En nu zijn eerste goal voor FC Rijnvogels. Het overstapje van Tom Bijen. En de goal dus voor Rijnvogels. Misschien wel de beslissing. Als Van Velsen wordt weggestuurd. En Van der Plas te laat is. Strafschop. Ze raken beide geblesseerd. Van Velsen die ook lelijk terechtkomt. Maar na de blessurebehandelingen is het aan Ian van Otterlo om de 2-3 binnen te schieten. De aansluiting gevonden. En nog 10 minuten te gaan in een wedstrijd. Die je toch wel mag bestempelen als spektakelstuk. Noordam. Afleggen. Er zal een voorzet moeten komen. Bijen. Redding van Ruben Valk. Van Pasen. Wie kan nu schieten? Tweede lijn. Weer Valk. En dan weer Valk. Die keeper is VVSB heel veel waard. Tim de Rijk maakt zich ook nog boos. Nu aan de andere kant van het veld. Daar maar zien te scoren. Ook dat lukt niet. Een geweldige wedstrijd, zeg. Eerste helft, een heel zwak VVSB. Net zo zwak als dit schot. Maar in de tweede helft laten ze zien wat ze waard zijn tegen FC Rijnvogels. De bekerwedstrijd was een spektakelstuk. Deze wedstrijd in de vierde speelronde van de competitie stelt niet teleur. Ze hebben het geprobeerd, VVSB. Om die 0-2 achterstand om te draaien. Het is niet gelukt. FC Rijnvogels kan weer 3 punten bijschrijven. Totaal komt dan op 9. En VVSB blijft op 1 punt staan. Slechte seizoenstart. Maar wel een heerlijke wedstrijd. VVSB FC Rijnvogels 2-3.